Ik ben Frederik Roene, ik ben componist, pianist. En dit project, Counter Forces, heeft eigenlijk al een geschiedenis van een paar jaar. Toen ik de dichtbundel Sticky Drama van Dominique de Groen in handen kreeg, was dat voor mij een trigger om voor de eerste keer in mijn leven na te denken om iets met tekst te doen. Dus ik ben dan naar Dominique gestapt en gevraagd of ze dat zag zitten, dat we een project samen zouden opstarten. In corona is er dan heel veel stilgevallen natuurlijk, maar we hebben de draad terug opgepikt. En dan zijn we echt met het idee van start gegaan, niet meer om Sticky Drama in muziek om te zetten, maar om een geheel nieuw project op te starten. Dominique heeft onmiddellijk een tekst geschreven, The Counter Forces, op die personages, dat Dominique dan de tekst heeft geschreven en dat ik dan begonnen ben met een soundtrack te maken. Een soundtrack die eigenlijk een soort landschap is geworden, waarin dat de zangeressen elk hun eigen plaats krijgen. En ik wou daar echt mee samenwerken en vooral de drie samenzetten, omdat ze hebben echt een eigen identiteit, elke van de drie. Maar ze staan mijlenver van elkaar qua niche waarin dat ze werken. En dat is iets waar ik wel zeer in geïnteresseerd ben, in een soort eclectisme. Een samenbrengen van verschillende esthetica die samen vorm te geven in één productie. Maar het is zo dat ik de mensen die ik rond mij verzameld heb, inderdaad ja, zelf gekozen heb. Ik ben naar Dominique gestapt, ik ben naar de zangeressen gestapt. Ik heb ook Karel van Welden geëngageerd. Dat zijn eigenlijk de mensen die deze productie zullen maken.